Kijk, hier moet je paspoort laten zien. Paspoort heb ik meegenomen. Ja. Mogen wij uw tas? Dank u wel. U gaat zo direct met uw instapkaart naar de vlucht waar uw kind bij betrokken is. Wat is uw achternaam? Prada. We merken dat cultuureducatie belangrijk is voor kinderen. Het stimuleert creativiteit en daardoor ook het zelfvertrouwen. En dat maakt de lessen een stuk leuker. En daarom hebben we gekozen voor cultuur in het hart van ons onderwijs. Om een beetje af te stappen van de zaakvakken uit een boek. Maar echt de kinderen het meer te laten beleven. Waardoor het intenser binnenkomt en hoop ik ook langer blijft hangen. Cultuur in het hart van het onderwijs is de pijler waarin de scholen alle vakken of een deel van de vakken verbinden met cultuur. Ik probeer mijn collega's te stimuleren, te inspireren en te helpen waar nodig is. Dat is toch gevaarlijk misschien? Nou, we hebben na de introductie van het CMK hebben we bewust gekeken in de methodes welke lessen er uit te breiden zijn met iets wat met cultuur en kunst te maken heeft. En je ziet echt dat leerkrachten dus nu gaan zoeken in hun lessen om daar iets bij te bedenken. Heel veel groepen die aan touwtjes trekken en Romein. Leuk en gezellig ook. En dat je het ook gewoon zelf kan bedenken met z'n allen. Nou, als je het met een toneelstukje doet, dan kan je het beter onthouden. Omdat je het dan ook speelt. Dat wordt dan 1000 euro. Wat is dat? Frank. Oh. Kunst Centraal begeleidt de scholen door te ondersteunen in werkgroepen om de trajecten voor te bereiden. Er is begeleiding in de klas voor de individuele leerkracht. En er zijn ook teamtrainingen om ook het hele team gezamenlijk voor te bereiden op een thema of dat verder uit te werken. Ik hoop dat we over 3 jaar kunst, educatie en het vermengen van vakken met elkaar, dat een routine wordt en niet zoals nu een traject wat we nu een jaar uitproberen, maar dat het vanzelfsprekend is.